Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag hebben wij een Bluetooth speaker, een clip-on Bluetooth speaker om precies te wezen, van Pulsar. En ik heb dit gekocht bij de Action voor 4 euro, dus ik verwacht dus helemaal niks van dit ding. Oké, laten we eens even kijken wat ze hier allemaal op de doos zeggen. Ze zeggen clear sound, splash-proof design. En up to 6 hours of playtime. Nou, dat klinkt heel wat. Van 4 euro klinkt het toch best wel wat. En er zit dus Bluetooth versie 4.2 op. Hij heeft een output van 3 watt. Ik heb dus hier de JBL Charge 4. En dit ding is dus een 30 watt speaker. Dus we kunnen een beetje een vergelijking hebben wat 3 watt is en 30 watt. Dat is 10 keer zoveel. Dat is best wat. Oké, laten we dit gewoon maar even openen. Oké, dus we hebben hier de speaker en we hebben het clipje die erop kan. En voor in mijn handen, dit ding voelt best nog wel aardig wat aan. Hij is vrij licht, maar qua bouwmateriaal en afwerking ziet het toch best wel netjes uit nog eigenlijk, om heel eerlijk te wezen. Oké. We gaan het ding eens even aandoen en we gaan eens even luisteren hoe het ding echt daadwerkelijk klinkt. Dus even kijken. Hoe doe ik dit ding aan trouwens? Oh, gewoon hier op klikken. Heeft hij batterij? Oh, hij doet het. Kijk, je moet gewoon ingedrukt houden blijkbaar en dan werkt hij trouwens. Oké, dus ik ga even op mijn mobiel. Even kijken of ik hem meteen kan vinden. Even kijken, Bluetooth. Nieuw apparaat koppelen. Zal je hem meteen vinden of niet? Hij heeft een paar onbekende namen. Hij heeft de EE4907 en er is een niet echt een bepaald iets staat er trouwens bij wat het is. Weet je, ik verbind wel met EE4907. Oh, het is hem dus wel. Oké, dus het is EE4907. Oké, dus ik heb met het apparaat verbonden. Ik heb een liedje gevonden. Laten we even testen hoe dit allemaal nou klinkt. Dus, let's go! Oké. Dan gaan we over naar de telefoonspeaker. Nou, je merkt sowieso dat de bas wat meer meegepakt wordt met zo'n speakertje erbij. Dus je gaat vooruit op een telefoonspeaker. En dat is natuurlijk heel logisch. Ik bedoel, zo'n spiertje in een telefoon is echt minuscuul. En dit is natuurlijk wel een wat groter formaatje. Maar nu gaan we het ook vergelijken met de Big Brother, de JBL Charge 4. En dit is een 30 watt speaker en dit is een 3 watt speaker. Dus eigenlijk heeft dit 10 keer zoveel kracht. Ik weet niet precies hoe het werkt met de wattage, maar het is tenminste een hoger cijfertje, dus het zal vast beter wezen. Dus weet je, let's test this out. Ik weet op zich best wel genoeg. Oké, dus voor wie zou dit spiegeltje wezen? Ik denk echt voor als jij bijvoorbeeld even op reis wil. Je wil niet opeens heel veel geld uitgeven voor een spiegeltje. En je wil iets beter geluid hebben dan een telefoonspeaker. Of je wilt even aan je tas hangen, wat dan ook, voor even onderweg. Dit is super handig. Voor 4 euro krijg je best nog wel veel waard voor je geld. Natuurlijk het evenaat niet een JBL Charge 4 en ik heb zelf geen clip thuis, dus daar kan ik het helaas niet mee vergelijken. Maar al in al voor 4 euro, je krijgt super veel waar voor je geld met zo'n dingetje. Ik wist niet eens dat die dingen zo goedkoop konden wezen eigenlijk. Maar ja, 4 euro, je krijgt 6 uur aan batterijleven, het gaat een poosje mee. De bas wordt ietsjes beter dan een telefoonspeaker. En het klinkt gewoon ietsjes helderder dan een telefoonspeaker, maar het is ook niet veel meer. Dus weet je, ja, dat is mijn oordeel. Je doet er maar wat mee wat je wil. En ik zou zeggen, subscribe voor meer. Like natuurlijk de video als je leuk vond. En ik zie jullie allemaal weer terug in een nieuwe video.